en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een evening routine voor jullie. Deze is heel erg vaak aangevraagd en het leek me wel eens weer leuk om deze op te nemen, aangezien dat een tijdje geleden is. Op dit moment zijn mijn avonden eigenlijk vrijwel hetzelfde, dus dat laat ik ook in deze video zien hoe mijn avond er eigenlijk aan toe gaat. Dus veel plezier met kijken en vergeet zeker niet dat duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal, want daar maak je me echt super blij mee. Als het ongeveer 4 uur is, dan stop ik met werken. Ik werk voor mezelf en dan vind ik het ook wel mooi geweest. Als allereerst haal ik eigenlijk direct mijn make-up eraf, omdat ik dit gewoon niet fijn vind om de hele avond op te hebben. Dus ik vind het altijd echt een super fijn gevoel als ik mijn make-up eraf haal. Dus dat is ook het eerste wat ik altijd doe. Ja, en dit doe ik eigenlijk heel erg simpel met make-up doekjes. En vervolgens ga ik met een micellair water de overige make-up restjes eraf halen. Als ik mijn make-up er heb afgehaald, dan is het tijd om naar beneden te gaan. Want dan gaan we vaak ook al avond eten. Wij eten echt heel erg vroeg. Wij eten echt stipt om 5 uur. En ja, de een die eet om 6:30 en de ander dus heel vroeg. En wij zijn die andere. Wij eten echt altijd heel erg vroeg. Ik vind het niet erg. Ik hou van eten. Dit keer aten we lekker tortellini's, gevulde pasta. Echt heel erg lekker vind ik dat. En dan is het alweer tijd om naar boven te gaan. Vaak in de ochtenden dan sport ik, dus dat doe ik ook niet meer in de avond. In de avond wil ik echt helemaal me-time doen. En dit doe ik eigenlijk vaak altijd in bad, dus ik ga ook in bad en doe bad aan. Normaal doe ik ook mijn diffuser nog aan, maar daar had ik dit keer even geen zin in om helemaal op te halen. Deze lag namelijk op zolder. Vaak in bad lees ik gewoon een boek of kijk ik gewoon wat YouTube video's of een serie. Dit verschilt ook waar ik zin in heb. Dan is het alweer tijd om zelfbruiner op te doen. Dit probeer ik dus standaard nu in mijn routine mee te nemen, omdat ik in de winter eigenlijk heel erg bleek ben. Het is niet erg, ik bedoel, dat hoort er ook een beetje bij en ik vind het ook wel prima. Maar ik heb wel gemerkt dat ik de laatste tijd toch wel mooi vind als ik een klein beetje een kleurtje heb. De afgelopen weken heb ik deze zelfbruiner van Waysun ontdekt en ook gebruikt en getest. En ik ben er echt super blij mee. Dit stukje is dan ook in samenwerking met Waysun. Nou, hier zie je heel goed de before en ja, straks gaan jullie after zien. Voor ik ga beginnen met het aanbrengen van de zelfbruiner heb ik gisteren al mijn huid gescrubt. Nou, dat doe je bij voorkeur dan ook 12 tot 24 uur voor je de mousse gaat aanbrengen. Zodat het eigenlijk makkelijker en egaal wordt aangebracht. Nou, en daarvoor gebruik ik dus deze scrub van Waysun. Ik vind hem echt heel erg fijn. Hij is ook lekker zacht en voedend en hij ruikt ook echt super lekker. Een beetje naar een pina colada. Echt love it. Dit is dus de Waysun Body Scrub met een kokosnootgeurtje. En voor het gezicht gebruik ik de face scrub van Lovely Honey. En die is dus ook van Waysun. En deze is echt helemaal top gewoon. Hij is super zacht en heel erg dik, heel voedend. En tegelijkertijd ook een hele milde scrub. Echt, als ik dit heb aangebracht en daarna aan mijn huid voel, is het gewoon zo zacht. Echt zeker een aanrader. Mijn huidje is dus nu lekker schoon en dan kunnen we beginnen met het aanbrengen van de zelfbruiner. Nou, ik pomp een royale hoeveelheid mousse op de handschoenen en ja, dan maak ik eigenlijk gewoon vloeiende bewegingen om het aan te brengen. Alles wat achterblijft qua product op de handschoen, dat breng ik aan bij mijn ellebogen of bij mijn gezicht. Ik gebruik de kleur van Waysun Deep Dark.
Deze zelfbruiningsmoes bevat heel veel boter en cacaobonen voor een fijne en subtiele geur. En het is dus ook geschikt voor je lichaam, maar dus ook voor je gezicht. Er zijn ook nog twee andere tinten moes die je kan gebruiken, namelijk de Natural Bronzer. En die zorgt dus voor een subtielere kleur en tint. En je hebt ook nog de Mediterraan en die zorgt juist voor een wat exotische olijfbruine tint. Als ik de moes heb aangebracht, dan laat ik het minimaal 3 uur intrekken. Vaak doe ik het ook gewoon 3 uur en dan vind ik het wel prima. Je kan het maximaal 8 uur laten zitten en stel jij denkt na 30 minuten, goh, ik wil nog wat tintje donkerder, kun je het gewoon een tweede laag moes aanbrengen. Als ik het 3 uur heb laten intrekken, dan spoel ik het af met lauw water. En tijdens het drogen, dan dep je het en ga je niet wrijven. Na 16 tot 24 uur kun je gewoon weer lekker douchen met zeep. Om de tint zo mooi mogelijk te laten zitten, douche je daarvoor dus nog niet met zeep. Nou, en dat is het dan eigenlijk. Naast dat Waysun dus 3 tinten zelfbruiner heeft, heeft het ook nog verschillende verzorgingsproducten. Waysun heeft dus die scrubs wat ik net vertelde. Die verwijdert dus eenvoudig de onzuiverheden en de dode huidcellen, zodat dus je huid optimaal is voorbereid voor een nieuwe laag zelfbruiningsmoes. Dan is er ook nog de Tan Eraser. Dit zorgt voor een zachte reiniging van de huid, zodat de nieuwe laag zelfbruiningsmoes extra goed wordt opgenomen. Het verwijdert dus eigenlijk eenvoudig de oude zelfbruiningsresten. En bij een nieuwe sessie, dus als je het weer wil aanbrengen, is het dus belangrijk om eerst de Tan Eraser toe te passen en daarna pas te scrubben. En dan heb je nog de Gradual Tan. Dit is een product die je dagelijks kunt gebruiken om je tint te verlengen en je huid te onderhouden. Het hydrateert dus je huid en bevat een lichte hoeveelheid zelfbruiner. Als ik klaar ben met de zelfbruiner, dan is het dus tijd om alles in te laten trekken. Dus ik ga gewoon naar mijn kamer en ga gewoon lekker filmpjes kijken, een serie kijken. Dat doe ik eigenlijk elke avond, gewoon YouTube filmpjes kijken of een serie kijken. Of ik kijk een tv-programma. Ligt er maar net aan waar ik zin in heb. Dit keer heb ik de moes 3 uur laten zitten op mijn huid. En toen vond ik het ook alweer tijd om bijna te gaan slapen. Dus toen heb ik het eraf gewassen. Goed, ik ben nu alweer ongeveer 1 uur verder en het is al heel erg mooi ingetrokken. Ik heb niet besloten om nog een tweede laag te doen, want die kun je ook nog doen. Maar ik vind het al een heel verschil als ik kijk vergeleken met hoe het was. En ik heb het natuurlijk ook al een paar keer eerder gedaan en toen heb ik ook niet gedaan. Dus toen vond ik het ook een heel mooi resultaat geven. Dus ik dacht, ik hou het nu gewoon zoals ik het elke keer heb gedaan. En ondertussen, terwijl dit lekker aan het intrekken is, ga ik nog even 4 veelgestelde vragen beantwoorden. Die Waysun krijgt en die ga ik gewoon even beantwoorden. Nou, hoe lang blijft deze tint ongeveer gemiddeld zitten? Nou, gemiddeld blijft het ongeveer 3 tot 9 dagen zitten. En het hangt ook een beetje af hoe je het allemaal verzorgt. En hoe lang je ervoor hebt gescrubt. Ik heb het dus een dagje voor gescrubt en dat wordt ook aangeraden. Met het gebruik dus van de Tan Eraser zorg je er dus voor dat je de restjes eraf haalt. En dat je het dus weer opnieuw aanbrengt en dat het ook langer blijft zitten. En met de Gradual Tan kun je het dan nog een beetje bijhouden. De tweede meest gestelde vraag is, hoe vaak kun je een flesje gebruiken tot het leeg is? Dat is ongeveer gemiddeld 8 tot 12 sessies. En het ligt natuurlijk ook aan, ja, afhankelijk van je lichaam, hoe groot die is en hoeveel je gebruikt, maar gemiddeld 8 tot 12 keer. Wat wordt er aanbevolen qua hoeveelheid? Nou, het is wel aanbevolen om gewoon royaal aan te brengen en niet te weinig, maar gewoon lekker smeren. En ik moet zeggen, ik heb ook nog geen vlekken gehad in al die keren toen ik het heb gebruikt, nog niet. Dus moet goed komen. Als ik het kan, kun jij het ook. En dan de allerlaatste vraag. Heb je de Tan Eraser en de Gradual Tan ook nodig bij deze moes, die Waysun dus ook aanbiedt? Nou, het wordt wel aangeraden, want het blijft gewoon net wat langer zitten en wat beter verzorgd. Waardoor je dus ook een optimale effect krijgt, maar ook gewoon zonder die twee producten kun je gewoon de moes gebruiken en blijft het ook gewoon super goed zitten. Dus dat waren de 4 meest gestelde vragen. Ik ga het nog even 2 uur laten intrekken en lekker nog een serietje kijken. En dan kunnen we het alweer eraf spoelen en ga ik ook mijn haar wassen, want het is echt mega vet. Dus we gaan weer verder met de video. Ik ben gewoon gaan douchen zonder zeep en ben vervolgens mijn haar gaan wassen, want het was echt best wel vettig, dus dat was wel nodig. Als ik klaar ben met douchen, dep ik mezelf droog en ik ben echt super blij met het eindresultaat. Het is gewoon echt een mooie natuurlijke bruine kleur en je ziet echt wel degelijk verschil. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jij hem leuk vindt. Doe dan zeker even een duimpje omhoog als jij hem leuk vindt. En vergeet zeker niet de beschrijving te checken, want ik zou daar even het linkje van Waysun inzetten. En ik heb nog een leuke kortingscode voor jullie. Met de code FLOOR15 krijg je 15% korting op je aankoop. Dus ik zou even in de beschrijving de linkjes linken die van de producten die ik heb gebruikt van Waysun. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Doei doei!